Karin Joon hier. Ik kreeg vragen over dit fantastische ding waarmee je een label kunt maken. Maar er zijn er ook in andere vormen. En je noemt het ponsen, mocht je nog niet weten. En ponsen zijn dus eigenlijk een soort gigantische perforators. Dat zijn het eigenlijk. En je hebt ze dus in de meest bizarre vormen. Dit is een bloem. En als je blijft kijken, dan laat ik je zien hoe ze werken. En laat ik je ook zien hoe je van deze een label kunt maken. Heel simpel. Je hebt ze ook giga groot. Deze is eentje voor een cirkel. Ik hou het zelf persoonlijk het meest van hele eenvoudige ponsen. Omdat je daar heel veel mee kunt doen. Dit is ook een labelpons. Er komt direct een klein labeltje uit. En dit laadje maakt dat je het papier opvangt wat eruit komt. Ik laat dus zo zien hoe ze werken. Je hebt ook labelponsen met blaadjes. Ook heel leuk. Extra leuk voor de herfst. Je hebt ook hele super gave labelponsen die helemaal uit elkaar kunnen. Daar, dit is een magnetische. En die kun je dus midden op je papier plaatsen. Deze is van de HEMA. Niet de allerbeste kwaliteit moet ik zeggen, maar wel leuk. Je hebt labelponsen dus lekker groot en inie mini klein. Deze zijn mijn meest favoriete ponsen die ik zelf heb. En het waren ook automatisch de duurste. Ze zijn mijn meest favoriet omdat ze het meest duurzaam zijn. Ze zijn stevig, ze zijn over het algemeen van metaal gemaakt. En daardoor zijn ze dus ook meteen een stuk duurder. Deze is van het merk EK Success, een Amerikaans merk. En deze ook, een kleinere versie, die hebben ze in nog meer maten. Dit is er eentje dus van Stampin' Up. Dit is het merk van Stampin' Up. En Stampin' Up is een apart merk voor hobbyartikelen, maar je kan het niet vinden in de winkels. Alleen met de Stampin' Up demonstratrices, vergelijkbaar met het Tupperware model. En deze is Paper Shapers. Ook van IK Success. Oké, dacht ik al. Ik laat je even zien hoe ze werken. Met een labelpons kun je dus heel eenvoudig een vorm ponsen uit je papier. Ik laat even zien hoe het werkt. Ik draai deze even om, dan kun je het van de onderkant zien. Als ik hem indruk, dan zie je dat het mes eigenlijk naar buiten komt. En dat mes heeft de vorm van de vorm die je wilt uit het papier wilt ponsen. Je plaatst je papier erin, net als bij een niet-machine. En je drukt. En daar. Super cool. Je kent ze misschien wel in het klein van de HEMA en zo. En dat kun je keer op keer blijven doen. Heel handig. Deze is dus van IK Success. En deze ook. En dat is een kleiner maatje. Daar. Oeps. Daar is die. Daar. Ogen en een neus. Dus je kunt er hele leuke dingen van maken. Dan hebben we deze. Die is ook interessant. Ook van IK Success. Lekker zwaar en van metaal. En die maakt een bloem. Daar. Cool, hè? En dan wil je natuurlijk heel graag deze zien. Ik zal even laten zien hoe die werkt. Wat ik doe is ik snijd een stuk papier van 5 centimeter. Oeps, sorry. En die past hier meteen precies in. Zie je dat? Ik schuif hem erin. En hij werkt dus op deze manier dat hij aan de achterkant... Kijk, hier komen de messen eruit. Zie je dat? Als je trouwens vindt dat de kwaliteit op Facebook een slechte kwaliteit video is, ga dan naar mijn YouTube toe. Daar heb ik vaak video's in een betere kwaliteit. Oké, ik schuif hem erin. En ik druk. En ik schuif hem eruit. En voilà. Is het niet super cool? Dat vind je echt leuk, hè? Ik vind het ook leuk. Ja. Nog een keer doen. Even kijken, hoor. Heb ik nog een label? Weet je wat ik doe aan de achterkant? Nog een keer. Heb je gelijk 2 labels. Erin, eruit. En of erin. Klik en klaar. Nou, en dan zou ik deze... Nou, laat ik nou gewoon geen schade in de buurt hebben. Maar als je dit dus leuk scheurt, heb je dus gewoon 2 labels. Oh yeah. Makkelijk, hè? Oké, nou, dat was even leuk. Even ponsen one-on-one, even heel snel. Als je meer wilt weten over labelponsen, alsjeblieft vraag het in jouw hobbywinkel. Want ze hebben gigantisch veel soorten op de markt. En je kunt vast een paar leuke ponsen vinden als je dat wilt. En als je op YouTube zoekt, dan vind je ook video's waarbij mensen gigantisch leuke dingen doen met ponsen.
Leuk dat je even gekeken hebt. Mijn naam is Karin Joon en ik inspireer jou graag om lekker aan het werk te gaan met de mooie producten die je vindt in de hobbywinkels of die je nog hebt liggen op de plank. Dus als je nog vragen hebt, stel ze gerust, probeer ik weer een videootje te maken. Groetjes en tot de volgende!